jongens van het veld, lekker dicht bij elkaar, strijden om die plekken. Problemen daar aan de overkant van een heel peloton auto's in elkaar, op elkaar. En dan gaan er nog een paar mee bemoeien ook. Gaat het allemaal goed in de eerste bocht in. Twee koplopers, zeg maar, hebben daar geen boodschap aan, die lopen er gelijk uit. Hier het veld en de 170 dan toch het slachtoffer van al dat gedrang. Rick Renting dus aan de kant. En daar nog twee autootjes in de problemen, ook de 251. Ai, 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 er wordt wel gevocht hoor, voor een beste plek. Hier de twee mannen aan de leiding. Rick Renting, van de 270 moet ik zeggen. En de 167, dat zijn de mannen in gewicht op de eerste plaats. Ja, 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 ja. En dan is dit de koploper op dit moment. Het Griep Groene Auto 187. Erik Ouders aan de lijn. Voor de 144. Stefan Meester en de 207 van Niels Graaf. En dan toch hier en daar wat auto's uitgevallen. Ook de Mini daar aan de 273 aan de overkant. Ik ga nog plas. Hier de 110 en de 173. De 110 van Erik Visser. En de Goren. Maar dit zijn de koplopers. De Auto en de ET-Auto. 144 van Meester. En de 207 kijkt met kat de boom. Niels Grotes van die 30 plaats. Nieuwe koploper lijkt het. Ja hoor. De 144 naar de eerste plaats. Op dit moment. De 144. Op dit moment op de eerste plaats. Daar komt hij aan. En krijgt de bord met de laatste ronde. Voor de 187 en de 270 verder niks gewijzigd. We gaan dus verder in de peloton kijken, de 229 Frans Paulen. 178 snijdt af, 160 in de problemen, dus even Bas Prom. Dan de 831, Rob de Jong, 173. En dan hebben we de winnaar van deze derdemans. Alle ons voorbij gehad, de 1, 2 en 3 hebben we gehad. De gele auto. Dit is de volgende bordenvlag, de 229 van Spolen aan de 178. Kampoots en de rest van het veld en de rij die het afsluit, het is in de 100.